Yo, dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Kevin. Ik ga nu een uurtje bij de klusjes dienst helpen en daarna vertrek naar Oostende. Dus dit stukje gaan we even skippen, hè? Oh ja, ik ben terug. Ik ben onderweg naar de tram. Ik ga nu naar Oostende. Ik heb zo net mijn taak gedaan. Moet niet meer gaan. Dus alles komt. Zie ik nu net een tram voorbij komen? Is dat een fucking proefrit? Maar ja, maakt niet uit. Ik mag naar Oostende, ben ik blij genoeg om. Eventjes kijken om hoe laat dat ik moet. Nee, ik ben er al, ik kan niet vertrekken. Kijken om hoe laat dat de tram komt. Om 3 uur 7 heb ik mijn tram. Dus dat is nog ongeveer 5 minuutjes. Die tram die jullie nu net zagen, dat is een tram. Die deed een proefritje, waarschijnlijk is de tram hersteld, oftewel een nieuwe tram. Dus die kan ik niet nemen, hè. Ja, die man zal te lachen naar mij om te zeggen van, haha, je hebt de tram niet, je moet wachten. Maakt niet uit. Eindelijk, hier is de tram. Ik ben dus in Oostende nu. Ik had wel een opdracht, ik moest op 3 verschillende plaatsen zijn. Waaronder mijn plein, waar ik nu sta. Ik moest een selfie van mijn eigen trekken. Hier op mijn plein. Ah wel, volgens mij is vloggen ook wel goed genoeg. Voor hetzelfde principe. Jullie zien mij waar ik ben. Goed. Ik ga nu naar de tweede locatie, want over ongeveer een half uur moet ik naar de tramhalte. Locatie 2, Wapenplein. En dit is mijn derde locatie waar ik moest zijn. Dit is de groentemarkt. Dus nu ben ik overal geweest, mijn opdracht is voltooid. Dit was de enige voorwaarde dat ik naar Oostende mocht, omdat ik nog maar 15 ben. En ik weet niet, het was in de regels daar, maar het moet 16 zijn, om alleen mogen buiten te zijn eigenlijk. Oké, ik ben terug op mijn internaat. Ik ben terug van Oostende. Klote leven kan terug beginnen. Ik heb zo net studie gedaan en ik heb gegeten. Nu ga ik even douchen en naar het toilet. En daarna ga ik even naar buiten. Ah ja, en ik heb een stukje opgenomen. Stijn, die jullie waarschijnlijk nu kennen, die heeft een beetje raar zitten doen in de eetzaal eigenlijk, in de refteria. Dat heb ik dus opgenomen natuurlijk, voor jullie. Dat zien jullie nu. Ja. Mand! Mand! Koffie! Mand! We gaan nu naar beneden, we gaan even naar buiten. Gewoon even chillen, we hebben weer niks te doen, zoals gewoonlijk. En dan om 9 uur 15 onze gsm afgeven. Oké. Er is zo net even een opnamefoutje op. Mijn recorder is gestopt. We hadden gewoon een beetje schijt. We gaan via een weg dat we niet mogen eigenlijk. Volgens mij is het internaat. En voor jullie gaan we dat opnieuw doen. Gewoon, ik heb schijt. Verveel me. Hier valt niks te doen. Dat is het enige fijne dat ik kan doen. Oké, we gaan skippen. Ik moet weer een stukje lopen. Ja, wandelen tot daar. Dus even skippen, hè. Ik heb een magische hand. Dat heb ik nog gedaan straks, hè. Ik ga het nog een keer doen. Oké, het is gelukt. Jij loopt dan. 3, 2, 1. Oké. Eerste stukje is goed. Oké, we mogen hier eigenlijk niet zijn, dat is vooral. Als ze ons zien, dan worden we gestraft, of ik weet niet. Dus ja, urenlang gebleven. En dat wil ik niet. Oké, ik heb wel een goede conditie, maar gewoon. Bah, maakt niet uit. Dit stukje zitten we safe. De andere stukje zien ze ons. Hier kunnen ze ons ook zien. Dus. Dat stukje moet ook lopen en dan komen we tot aan de toiletten terug. Waar ik net zat op te nemen. Oké. Klaar? 3. 3. 2. 1. Ja. En hier zijn we terug safe. Kijk, we zijn terug bij de toiletten. Oké, als jullie nu denken, wauw, stoer boys, jullie hebben een stukje gelopen wat jullie nu mogen.
Het is beter dan niks. Ik verveel me gewoon. Dat zijn de dingen die ik leuk vind. Dus... Eigenlijk willen we ook nog even in de containers kijken. Kijken of er nog iets anders ligt voor in onze kamer. Het mag naar rechts. Dus... jullie gaan meemaken wat er vandaag weer is bijgekieperd. Niets. Niet veel. Het laatste wat ik had gezien was in zo'n wiegelpaardje. Oh, zal ik steen meepakken? Oké, zal ik steen. Nee, die gaan we niet meepakken. Waarom niet? Omdat ik die moet hebben. Het is toch mooi zo'n oprit maken voor de deur? Ik ben pas klinkers aan het bijgen. Hé, hey, dat weten jullie nu ook al, hè? Hier. Ja, veel papier. Ja, bladen. Bloempotten. Bloempotten. Vuilnis en bloempotten. Zelfgemaakt, hè. Ik wil die hebben. Huh? Op die groene tegels. Ja, oké. Okay. We gaan nog eens kijken in de derde. En daarna gaan we terug naar binnen. Even naar boven. Want bij mij is het nu ondertussen al bijna 8:50. En om 8:50 moeten we naar boven. Dan moeten we terug naar binnen. 9:00. Een beetje rusten. Dan tussen 9:00 en 9:15, zoals ik al zei. Kleren halen en gsm afgeven. En dan moet ik weer slapen. Dus... Dag. Ik zie jullie nu zo dadelijk. Oké, ik ben terug boven. Ik ben een klein beetje moe. Ik heb nog een stukje met de loopband. Ik heb zo'n bloempot. Ik heb zo'n bloempot uit de... Hoe noemt het? Het container gehaald. En ik vraag dus aan Stijn van, ah, moet je er nu eentje hebben of niet? Dus hij zegt, ja, nee. Maar ik had er al eentje vast. Ik zeg het tegen hem. Ik heb er al een vast, hè. En ja. Hij zegt, ja, geef eens. Ik zeg zo, smijt die niet kapot, hè. Oh, jawel. Nou, dat stukje nog moeten lopen, hè. Ja, ah, daar is hem. Jo. Stoutje is hè. Dat is niet waar. Jawel. Nee. Jawel. Maar ja, dat stuk, we hebben dus nog een klein stukje moeten lopen. Maakt niet uit. Goed voor de conditie, hè. Ja. Ja, allemaal maakt ze mee, hè. Dit was mijn vlog voor vandaag. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Abonneer nog even hierbij. Abonneer je nog even beneden en dan zie ik jullie morgen. Ciao.